alle gasten en familie, vrienden van jou. We zijn hier vandaag op de boekpresentatie van jouw allereerste boek. Ik weet dat het voor jou een droom is die is uitgekomen. Dat zei je gisteravond nog tegen mij. En ik vind het heel leuk om dat samen met jou en alle andere mensen hier te vieren. Laat de volgende delen maar komen. Indiana Jones heeft een opvolger gevonden. Een bloemetje voor jou. Jennifer Jones gaan we je maar noemen. Alsjeblieft. Dankjewel. En heel veel succes met je boek. Heel fijn. Dames en heren, jongens en meisjes. Ik ben verheugd dat jullie allemaal konden komen naar deze feestelijke presentatie van de Schat van Zion. Zoals jullie misschien al weten, ben ik Bijbelse archeoloog van beroep. En heb ik jarenlang opgegraven in Israël. Toen ik daar was, beleefde ik veel avonturen en ontdekte allerlei spannende dingen. Dit boek is niet alleen een spannend verhaal over twee kinderen die proberen een schat te vinden in de donkere tunnels van Jeruzalem. Het gaat ook over liefde voor elkaar. Over jezelf bewijzen, over doorzetten en over de stappen die je doormaakt als je heel graag iets wil bereiken. De kinderen, Daniel en Elad, zijn tot leven gekomen door het opschrijven van mijn eigen fantasieën. Ze hebben dezelfde gevoelens als kinderen van nu. Maar ze leefden in een hele bijzondere omgeving. En de gebeurtenissen die daar afspeelden, zouden voor altijd de wereld veranderen.